Nou, de Oosterwol, Woldse weg, nummer 1, in Oldebekoop. Ja, daar moest ik even op oefenen. Regentmakelaars in Oldebekoop. Het is een prachtig, ja, het is natuurlijk een hartstikke mooi dorp hier. En ja, deze ligt bij de kerk. En dit was een kapsalon. En ik ga vandaag eens even vertellen wat er allemaal met die kapsalon zou kunnen. Want we moeten hier even denken in mogelijkheden. Ja, nou heb je hier dus, de tafel staat er nog in. Je hebt hier gewoon een grote woonkamer beneden. En wat ze gecreëerd hebben is dat die extra keuken nog gewoon achter is. Dus dit is allemaal wonen beneden. Het is al voorzien van isolatieglas. Het is een spouw, het cv zit erin. Dus dat hoef je allemaal niet mee bezig. Dit is straks een leuke speeltrap naar boven. Ja, we hebben zelfs nog glas en lood hier. Maar kijk eens even, mooie diepte. Ja, uitzicht is hier ook prachtig. Het is echt mooi wonen. Dus het heeft potentie. En dit is dan helemaal de leefkeuken. Er staat al een blok in, maar dat is aangepast. Maar hier zou je natuurlijk een heerlijke, een gezellige ruimte van kunnen maken. Hier kun je achter naar buiten, kun je ook met de auto naartoe rijden. Hier zit ook isolatieglas in. Het palet zit beneden. Het is allemaal op beton, dus daar hoef je ook niet mee bezig. En ja, dat is wel prettig. Deze even afdoppen. Want dat was natuurlijk de salon met het water en de afvoer. Maar dat is al hartstikke leuk. We gaan eens even kijken wat boven nog tot de mogelijkheden behoort. De speeltrap brengt ons naar de verdieping. En dat is nu nog gewoon, ja, vroeger zat hier wanden in. Hij is gewoon lekker leeg, dus je hoeft niet veel spullen weg te brengen. Alleen nog die wand weg te brengen. Die mag eruit en dan heb je daar de mogelijkheid om of twee te maken, twee kleintjes. En aan die kant de grote of twee ruime, dat kan ook. Ja, en ja, kijk maar er even door. Het is een leuke kern in dit mooie dorp. En volgens mij is dat de positie en de kracht van deze woning. Dus kom gerust even langs, we leiden u graag rond. Regentmakelaars, tot binnenkort. We'll be right back.